gemeente vindt vrijwilligerswerk enorm belangrijk. Vrijwilligerswerk, dat drijft onze samenleving op. Dat klinkt wat moeilijk, maar zonder vrijwilligers, daar komt het eigenlijk op neer, zouden verenigingen niet kunnen bestaan. Zonder vrijwilligers zou de zorg niet kunnen zijn wat het nu is. En omdat jullie gaan vandaag dus proeven aan het vrijwilligerswerk, dat is heel belangrijk. En de ervaring leert dat heel veel jongeren het hartstikke leuk vinden. Soms zie je misschien op tegen iets wat je zou moeten gaan doen vandaag. Het weer is niet heel prettig. Maar ik denk dat je na vandaag zult zeggen, nou, dat vrijwilligerswerk, misschien niet nu al, hè, want je bent hartstikke druk met school, misschien met andere dingen, maar later, als je wat ouder bent, dan ga ik zeker wat doen. Ik sta hier in de oude Reobotschool en kijk hoe mensen hier spullen aan het maken zijn voor de OBWW. En deze mensen zijn van NL Doet. Sta je naast? Emma Magree. Oké, Emma, wat doe je hier? We zijn allemaal spullen aan het maken voor op bezoek bij Wilma. En wat is dat voor een stichting? Dat is een stichting voor arme kinderen die het niet zo breed hebben en die dus niet naar een sportclub kunnen of dat ze bijvoorbeeld voedsel hadden bij de voedselbank. Oké, okay, klinkt wel een mooie stichting. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. Oké. Okay. Nou, dit zijn dus spullen die worden gemaakt hier. We staan hier nu bij mevrouw? Janita Vos. Oké, nou, wat maak je hier? Van alles, theepotten en spiegeltjes en zwevende kopjes. Hier staat een theepot. Daar sla je een gaatje in en dan maak je hem uit. Hallo mensen, we zijn hier in Baken en ik sta hier naast Ilse. En ja, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. En waarom vind je het leuk? Nou, om mensen te vermaken de hele dag. Oké, precies. Een beetje uitleggen wat je aan het doen bent. We moesten net koffie inschenken voor de mensen en een beetje opruimen hier. Hallo meneer, wat vindt u van dat NL Doet deze actie hier houdt? Geweldig. Ja? Ja. Wat vindt u er geweldig aan? Nou, ik vind het, ja, het is een keer, ik ben hier 4 dagen in de week. Ja, mijn vrouw is thuis. U vindt het wel leuk dat er een bezoekje komt? Ja. En ik sta hier bij het jongerencentrum De Escape in Elburg. Oké. Dus en mag ik weten hoe je heet? Ik heet Cindy. Oké, en wat doe je hier? Ik ben hier stagiaire. En ja, ik loop de stage hier in het jongerencentrum. En ik begeleid hier jongeren die vragen hebben, maar ook om gewoon lekker te komen relaxen en met vrienden samen te zijn. Vind je het dit NL Doet? Ik vind het heel erg leuk. Voornamelijk de jongeren die hier ook komen, zeg maar, die helpen goed mee. En ze doen ook goed hun best hier al. En iedereen heeft zijn eigen taak, wat ik geef aan hun. En ja, voor de rest vind ik het een heel goed initiatief dat dat gedaan wordt. En ook leuk voor de jongeren, zeg maar, van de scholen, dat het zo mag. Ik vond het wel echt nodig, omdat het voornamelijk ook best wel een jongerencentrum is. En het is een ruimte waar mensen bij elkaar komen. En ik vind wel dat goed schoon moet gemaakt worden en dat het schoon blijft. Omdat het wel, dat is wel voor de hygiëne, is dat wel fijn. Ik sta hier bij. Aylene. En Aylene, wat doe je hier? Hapjes maken voor een high tea. En wat voor hapjes maak je hier vooral? Sandwiches, wraps, dat soort dingen. En waarvoor zijn die sandwiches en al die andere? Voor de mensen die hier wonen. Oké, en vind je dat leuk? Ja. Waarom vind je dat dan leuk? Gewoon omdat je mag zelf een beetje een eigen draai aangeven. Kom maar mee. Groenten. Bij wie staan we nu? Jimmy Elsma. Goeie jongetjes. Oké, Jim en Guus, wat doen jullie nu voor vrijwilligerswerk? Nou, we moeten stroopwafels kopen en nu deden we eerst bij een tent en straks moeten we door de straten. En van het geld dat we ophalen gaan ze een soort ziekenpost bouwen bij het weeshuis. Vinden jullie dat een mooi doel? Jazeker. Ja.
Wat vindt u het leuk dat u nu een brief schrijft? Ja, dat is mooi om te doen. Ik vind het een heel mooi werk wat Marjolein van der Kolk uit het Harde heeft met meneer Lusveti. Lusveti en zijn kinderthuis. Vindt u zelf ook, en wat doet, vindt dat goed doel? Ja, daarom doe ik ook mee. Ik vind het hartstikke mooi dat jullie allemaal een dag of een halve dag uittrekken om in ieder geval een stukje bijdrage te leveren aan meewerken met goede doelen. Hè? Met het werk van mensen wat ze vrijwillig doen. We doen niet altijd alles voor geld. We doen ook wel eens iets omdat we iets goed vinden, of belangrijk vinden, om iets te ondersteunen. En daar is dit ook een voorbeeldje van. Dus hartstikke mooi dat jullie vandaag stroopwafels verkocht hebben voor dit goede doel.